The Lord is my shepherd. I shall not want him to leave me beside the still waters. He restores my soul. I will fear no evil. Imagine this. The lights of the universe are alone. And at the flick of God's switch, the lights in the world are all out. Yeah. You can run, but you can't hide. 'Cause if we don't change quick, it's coming. A world eclipse. Blackout. Welkom in de legendarische Ritz in Hasselt. Deze club bestaat al sinds 1985 en was altijd zeer vooruitstrevend. In 1996 hebben ze mij gevraagd om hier het management te doen. En toen zat de club eigenlijk in een dipje en hebben we het omgevormd tot Atmos op zaterdag. En het was vanaf dag 1 een enorm succes. Het clubbing in Limburg werd op de kaart gezet. Vanuit Parijs tot zelfs Amsterdam. En overal kwamen de mensen naar de Ritz hier in Hasselt afgezakt. Die speciale atmosfeer die Atmos had te beleven. We hadden zelfs een eigen platenlabel Atmos waar meer dan 300.000 compilatie-cd's van verkocht zijn. Succes betekent ook het einde van onze club, Atmos en de Ritz. We mochten niet meer selecteren aan de deur en de aantallen, bezoekersaantallen, liepen drastisch achteruit. Jammer genoeg, dat is het einde in 2010. Sinds mijn terugkeer uit Ibiza in 2009 zijn we terug beginnen Atmosfeestjes te organiseren hier in de Ritz. En de mensen stonden terug aan te schuiven in de rijen. Het was top. Ondertussen was de Ritz een evenementenhal geworden. Ondertussen heb ik hier meer dan 700 partyavonden georganiseerd. Als je kan tellen, dat zijn bijna 2 jaar elke dag een feest. Dus de Ritz is voor mij bijna een tweede thuis. Het afscheid nemen zal heel moeilijk zijn. En daarom willen we de laatste avond, zaterdag 16 november, een geweldige avond van maken. We hebben gezorgd dat alle resident DJ's van Atmos Hasselt zullen draaien. Een vette line-up. Eerst en vooral wil ik nog iedereen hartelijk bedanken voor de steun door al die jaren. Er zijn veel te veel mensen om op te noemen. Thank you very much. We gaan de Ritz een waardig afscheid bezorgen. Zondagmorgen, 17 november om 8 uur, gaat de laatste plaat hier gedraaid worden. Het wordt een innig, speciaal moment.